En dit is SpongeBob. En zijn vijand, dat is Tentakel. Hij heeft veel vrienden. Hij werkt bij de hamburgerbakker. En ja, hij doet dit. Oké, dit is mijn pop en eigenlijk is het Mike. En het is mijn held en mijn tegenstander, en dan kan dit. En de tegenstander, dat is een Patrick en van SpongeBob. En Patrick, die kan hij zo in elkaar slaan. Einde. Dit is mijn hond en hij heet Lancelot. Ik vind hem heel erg lief, want het is een superheld. En hij kan ook nog bewegen. Dit is mijn superheld. Het komt omdat het is mijn hond en hij is altijd heel erg lief en komt altijd voor me op. En als ik verdrietig ben, dan is het gewoon een superheld voor mij. En hij houdt heel erg veel van bos. En we doen soms ook wel eens een wedstrijd wie als eerst een hele grote tak heeft gevonden. En Noah wint dan altijd. Mijn superheld is dit. Dit is mijn hond. Ik heb er twee, maar ik moest er dus eentje kiezen. En nu heb ik deze gemaakt. Nou, als ik me verdrietig voel, dan zoek ik hem op een beetje. En dus dan ga ik meestal met hem in het bos wandelen, want dan voel ik me weer fijn. En dus daarom heb ik hem gemaakt. Dus ik hou ook heel veel van hem. Ik heb SpongeBob gemaakt. En zijn vijand is Octo. En zijn vriend is Patrick. En hij werkt bij de krokante krabs. En hij bakt krabburgers. Ik heb een vlinder gemaakt. En omdat ik heel erg van vlinders hou, heb ik een vlinder gemaakt. Omdat ik ze heel erg mooi vind. En ik vond het gewoon leuk om een vlinder te maken. Klaar. Hallo, dit is Lola. En ik heb het gekozen omdat ik mensen gewoon lief vind. En ik wil dat mensen ook meer aandacht krijgen. En dit vijand is Zilverbeen. En haar vriend is Sylvia. Dit is SpongeBob en ik heb hem gemaakt omdat ik SpongeBob strips lees en ik hou erg van SpongeBob. En de vriend is Patrick. En dat was het. Hallo, ik ben Joe en ik heb deze trekpop gemaakt. Hij is groen omdat ik dacht, ik maak een fantasiemannetje. En als hij boos wordt, dan wordt hij groen. Het is een soort zombie-achtig iemand. Hallo, ik ben Justus en dit is mijn trekpop. Ik ken hem van een film en ik heb er een pop van gemaakt. Ja, en ik vond hem wel mooi worden. Hoi, ik ben Demi en dit is mijn trekpop. Ik heb een paar dingen gewoon zelf verzonnen. En dat in elkaar geknutseld en toen werd het dit. En dit kan hij. En hij heeft eigenlijk geen naam. Dit is een bijzonder Teletubby, want hij heeft oorbelletjes in en
ik vind hem gewoon heel leuk om te maken. En hij kan bewegen met zijn armpjes. Ik vind hem gewoon heel leuk om te maken, want het debuut was. Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk. En dit is Dagobert Duck. Ik heb hem gemaakt, want ja, ik vond het leuk om het te maken. En hij beweegt. Dagobert Duck is een hele rijke man. Een hele rijke eend. Die heeft een zwembad vol met geld. Ja, en dat vond ik wel leuk om dan toen te maken. Dit is mijn papegaai en hij is 6 jaar en hij kan bewegen. En hij is heel bijzonder, want hij heeft een petje op. Dus... hij gaat ook heel veel de spagaat doen. Dat was het. De Saafje. Ze heet Elena, ze is 10 jaar. Haar hobby's zijn vliegen. En haar lievelingsdier is een hert. En haar lievelingseten is patat. Ik heb een poesje gemaakt. Het is een trekpop en hij is heel leuk. Dit is SpongeBob en ik vind hem heel erg goed gelukt. Ik heb een trekpop gemaakt en ik vind het ook een hele leuke tekenfilm. De trekpop heet SpongeBob en ik heet Wessel. Ik heet Roos en ik heb deze pop gemaakt. En dit is een konijn. Ik heb zelf ook een konijn. En die heet Snuffy. En deze heet dus ook Snuffy. Oké, klaar. Dit is onze ridder. En we hebben hem Boudewijn genoemd. Hij kan ook bewegen, want het is een trekpop. En ik laat nu even zien wat hij kan doen. Haha, ik ga je vermoorden. Nee, echt niet. Ik ben Mariani en dit. Ik heb Noah gemaakt. Mijn broer heeft ook een hond. En die heet ook Noah. En daarom heb ik deze gemaakt. Hallo, ik ben Berend. En ik heb een fantasietrekpop gemaakt. En dit is wat ik kan. En ik ben er heel trots op. Omdat ik er heel veel voor heb gedaan. Hallo, ik ben Iloni. Ik ben het liefste paard op de hele wereld. Ik reageer heel snel. En je hoeft me niet goed aan te drijven. Je hoeft het eigenlijk alleen maar heel lief te vragen. Of ik in stap, draf, galop of rem, galop of stil moet gaan staan. Marokke, mijn baas, ja, zorgt altijd heel goed voor mij. Ze weet goed wat ik wel fijn vind en niet. Ik vind het
namelijk niet leuk als je lelijke woorden tegen me zegt. Ik vind het wel... Dan doe ik mijn oortjes naar achteren. Ik vind het wel leuk als je lieve woorden tegen me zegt en me achter mijn oren kriebelt, dan gaan mijn oortjes naar voren. Als ik niet normaal snel ga, dan klappen mijn vleugels uit. Dan vlieg ik de lucht in. Als ik ga rijden, dan gebeurt het ook zomaar. Ook als ik dat niet wil. Maar toch, per ongeluk gaat het dan.